We hebben een bijzondere maand afgesloten. April 2020 gaat de boeken in als recordzonnig, zeer warm en kurkdroog. Even alle feiten op een rijtje. Allereerst de temperatuur. Nou, het is niet de warmste aprilmaand ooit, met een gemiddelde etmaaltemperatuur van 11,1 graden. Wel een zevende plek en toch 2 graden warmer dan normaal in deze tijd van het jaar. En dan de neerslag. Ja, het is kurkdroog geweest. Niet de droogste aprilmaand, dat was 2007, met slechts een halve millimeter. Maar we hebben nog geen 11 millimeter in de regenmeter gehad. En dat is toch wel erg weinig. Normaal gesproken valt er zo'n 45 millimeter. En dan te bedenken dat dit allemaal zo'n beetje in de laatste periode van deze maand is gevallen. En dan de klapper, de zonuren. Zelfs meer dan 100 uren meer dan normaal. 287 uren zonneschijn. En we hebben het gemerkt, die strak blauwe dagen aaneengesloten.